De studentenclub Dr. Anders Vijfje is bezig aan een goed seizoen. Dr. Anders Vijfje staat op een tweede plek in de eerste divisie F. Vrijdagavond kwam Leekster Eagles 2 op bezoek in de Struikhal. Eagles staat op de 7e plaats, maar is na een matig begin van de competitie bezig aan een opmars. Dr. Anders Vijfje, spelend in de lichtblauwe shirts, begint goed aan de wedstrijd. Frans Kramer probeert een aanval op te zetten, maar hij leidt balverlies. Snelle omschakeling van de Eagles. De bal komt voor de voeten van Marvin van Wijk, maar keeper Buijs redt. Vijfje probeert rustig op te bouwen. Het zoekt de ruimte in de verdediging van Leek. Frans Kramer met de goede actie, maar zijn schot raakt de lat. Het jonge team van Leek is goed aan de wedstrijd begonnen. Overtreding en de Eagles krijgen een vrije trap op een mooie plek. Dr. Anders Vijfje bouwt een muurtje van 2 man. Bal wordt opzij gelegd, maar het schot wordt gepakt door Rutger Jan Buijs. Intrap voor Leek. Het maakt tempo en de bal wordt hard voorgezet. Pech voor Vijfje. Kramer ziet de bal via zijn lichaam in zijn eigen doel verdwijnen. 1-0 voor de gasten uit Leek. Meer druk van de studenten. Kans voor Zijlstra, maar de Eagles verdedigen uitstekend. Uitbraak van de gasten. De snelle Eagles zijn levensgevaarlijk in de omschakeling. 2-0? Nee, het schot eindigt op de paal. Vijfje staat op de 2e plaats en de Eagles 7e. Maar de gasten hebben in de eerste helft de beste kansen. Renze Dijk met de volgende mogelijkheid voor de Eagles. Buijs houdt Vijfje in de wedstrijd. Dankzij de goalie staat het nog steeds maar 1-0. Goede actie van Mike Hendricks. Knappe goal en de gelijkmaker. 1-1 met nog 5 minuten te spelen tot rust. De Eagles balen van de tegengoal, maar slaan gelijk terug. De bal wordt goed rondgespeeld, veel ruimte aan de linkerkant en Van Wijk schuift de bal rustig binnen. 30 seconden na de goal van de studenten staan de gasten weer voor. In de slotfase van een aantrekkelijke eerste helft. Carlos Paays zet druk en verovert de bal. En maakt het prachtig af. 2-2 en dat is ook de ruststand. Na de pauze begint Eagles uitstekend. Het kiest gelijk de aanval. Kans, maar de bal gaat over. Dr. Anders Vijfje probeert in de tweede helft het tempo omhoog te gooien. En dat levert kansen op. Zijlstra met de ruimte voor het schot. Maar keeper Van der Zee kan redding brengen. De thuisploeg dicteert de wedstrijd en blijft aanvallen. Maar het geeft daarmee wel veel ruimte weg. Dankzij de uitstekend keepende Buijs blijft het 2-2. De jonge ploeg van Leek heeft het in de tweede helft moeilijk. Dr. Anders Vijfje wordt sterker en de gasten blijven met het nodige geluk overeind. Nog 6 minuten te spelen. Snelle aanval van de studenten. Carlos Paays met de paas op Mufit. Niet te missen kans, maar de bal gaat niet binnen. Aanvoerder Daniel Hoffer met de opbouw. Hij wordt onder druk gezet. Carlos Paays neemt de bal over. En zijn schot gaat tussen de benen van de keeper binnen. 3-2 voor de thuisploeg en de tweede goal van Carlos Paays. Leekster Eagles moet nu aanvallen en neemt veel risico. Mufit kan de bal overnemen, krijgt de kans, maar wordt dan gevloerd. Gele kaart en Dr. Anders Vijfje heeft de laatste 2 minuten een mannetje meer. De Eagles krijgt in de slotseconde nog 1 kans, maar het schot gaat voorlangs. Zo winnen de studenten de derby tegen Leekster Eagles met 3-2 en heeft Dr. Anders Vijfje zich geplaatst voor de nacompetitie. Zelf de grote man, 2 doelpunten. Ja, 2 doelpunten, dat ging er wel goed in. Ik ben echt blij voor mezelf, maar ook voor het team. We hebben nu promotie nacompetitie gehad, dus lekker. Ja. Ja, in die nacompetitie zijn jullie op dit moment goed genoeg om een klasse hoger te halen? Of zit die promotiekans erin? Dat kan ik nu nog niet zeggen, dat gaan we zien over een paar weken.